Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Dus nou lekker op een bankje buiten te ontbijten met Nessim eigenlijk. Ik heb een cappuccino genomen en water. En Nessim heeft een broodje. Wat voor broodje heb jij? Kip. Broodje kip genomen. We gaan vandaag even samen lekker naar Amsterdam. Nessie moet daar trainen en dan gaan we even chillen in de stad of zo. Ik weet nog niet echt goed wat de planning is. Maar dat zie ik dan zelf wel. Kijk, dit is Nessie's fles en dit is mijn fles. En altijd als ik met Nessie ben, drink ik echt veel meer water. Wij zijn inmiddels gestopt bij Laplace. Want ik heb eigenlijk nog niet ontbeten. En Nessie wel. En ik ga hier even een salade eten. Het is mijn enige optie, want je kan echt letterlijk nergens gezond eten onderweg. En tankstation hebben we altijd van die gore broodjes. Ik heb er echt helemaal geen zin in. Tijd dieploos. Gescheurde brief. Oh ja hoor, deze, is ook goed. Geef maar. Als je deze laat maken, mag je hem hebben. Ja, ja hoor, is goed. Ik kan hiermee betalen? Nee, dat weet ik dus niet. Maar ik denk als je deze naar de bank brengt, dat ze je een nieuwe geven. Nou, gewoon dubbelvallen geven. Anders breng ik hem naar de... Oh, dank je. Krijg ik hem echt? Ja. Ik heb zomaar 100 euro gekregen. Dat is leuk. Dat is het alleen maar voor de camera. Nee, helemaal. Dat is gewoon kapot, idioot. Ja, maar ik geef jou geen geld. Geef. Idioot. Zo, wat gezellig, hè? Hey. Ik was even op vakantie gaan. En we onderweg stoppen om te gaan eten. Ik heb echt zo erg zin in vakantie. Kijk, dit is de saladebar bij Laplace. Oké, dit is wat wij hebben gehaald. Kijk, één keer in salade. Sapje van Nessie. Macaroon. En het is mijn sapje. Dit is mango met yoghurt en gember. Ik heb het nog nooit gehaald, want het liefst drink ik hier de groene smoothies. Maar die hebben ze hier dus niet vandaag. En met deze salade. Ik heb gewoon voor alles en nog wat erop gedaan. En lekker veel olijven. En een fruitsalade. Wij zijn inmiddels aangekomen bij de sportschool van Nessie. Nessie gaat zo trainen. Dan probeer ik, als hij klaar is, dat ik deze fles heb opgedronken. Wow. Ja, deze moet ik echt op hebben voordat hij klaar is met de training. Dat is mijn doel voor nu, want ik ga toch niet trainen. Ik zit op mijn flessen. Want jij hebt mijne afgepakt. Ja, ik moest op een mixer. Kijk dat hij mijn flesje heeft gedaan. Wallah, ik weet niet eens hoe jouw camera werkt, laat maar. Ik ga niet eens inzoomen. Ik heb trouwens vandaag een jurkje aan van LA Sisters. Dit is echt heel erg fijn, moet ik zeggen. Maar ik heb het wel heel erg warm vandaag. Ik ga even opstaan om het te laten zien. Kijk, het is de jurk. Denk je dat ik deze fles op kan voordat Nessim klaar is met trainen? Nessim, denk je dat ik deze op krijg? Nu ga ik hem echt opdrinken, want hij vindt van niet. El hotel. Dat betekent waar is het hotel? Donde betekent waar? Señor? No. Nee, señor? Yo necesito agua, por favor. Dat betekent ik heb water nodig. Donde es la hotel? Donde? Señor? Yo necesito reservación la hotel. Goedemorgen, ik zie eruit als een struisvogel. Maar ik ga vandaag naar het strand toe. En ik heb gewoon even mijn outfitje snel aangedaan. Ik heb mijn bikini van LA66 vandaag. Is het echt zo mooi. Even kijken wat ik wil zeggen. Ja, ik heb snel even wat aangedaan en ben daarna naar Esme gereden. Maar ik moet nog even mijn haar fixen, want het ziet er echt niet uit. En ik ga verder geen make-up op doen. That's it. Ik heb er zin in. Ik weet nog niet waar we naartoe gaan, welk strand. Dus ik zit te twijfelen of we wel of niet naar Scheveningen moeten gaan vanwege de drukte. Maar kijk zo wel. Ik heb mijn ontbijt mee, zoals jullie zien. En ik ga naar Esme. Esme is net vertrokken naar Schiphol. Ik ben inmiddels bij Esme. Ik ben even aan het nadenken wat ik met mijn uiterlijk ga doen.
Ik ga denk ik gewoon nepwimpers plakken. En that's it. Verder doe ik echt niks op mijn huid. Ik heb wel echt een gezichtsbehandeling nodig. Er kan een paar dagen. Maar ik ga Sarah gewoon echt zo appen. Ik wil zo'n vitamine C behandeling. En ik ga mijn haar even fatsoeneren. Ik weet nog niet goed wat ik ga doen. Dus mee gaat haar invlechten. Maar ik heb daar eerlijk gezegd geen zin in. En ik ben echt zo blij met mijn oorbellen van Calvin Klein. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. I love them. Volgens mij is Esmee nu klaar met douchen. Dus ik ga me snel klaarmaken. Dus kijk één keer het balkon van Esmee. Ik ga stuk. Zo cute. En ze heeft ook nog lichtjes en alles. Kijk, hier allemaal lichtjes. En s'avonds is het echt heel gezellig hier. Dan gaan we lekker koffie drinken en zo samen. Inmiddels is er wel op het balkon koffie te drinken. Ik ken die dan eigenlijk, ken ik die niet van. Kenny, kan ik jou filmen? Ken. Kenny, kom maar in. Interessant. Hij zit natuurlijk alles te kijken. Ken, kijk nou even naar ons. Kijk met je hoofd even zo hierheen. Hey Kenny, vind jij die ook gezellig? Hij doet niet meer zo raar zoals eerst op het balkon, hè? Nee, maar hij is gewend toch nu? Nu gaat hij gewoon chillen. Oh, lekker man. Niks. Wij zijn een soort van klaar. En Esmee heeft een discussie met zichzelf wat ze aan gaat doen. Heel hard op. Nee, ik ga dat niet aan doen. Even kijken. Ik heb besloten om nepwimpers op te doen. Ik heb mijn lippen gedaan. En ik heb een beetje highlighter en blush op. En geen foundation en zo. Want het gaat echt niet werken met dit weer. Het is echt goor. Ik ben eigenlijk een beetje ready. Nu even wachten tot Esmee klaar is. En dan gaan we vertrekken. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar welk strand? Weet je het al? Ja? Oh, ik weet niet, man. Het is wel allemaal te kijken waar we meeste kans hebben op parkeerplek. Denk je Scheveningen? Ja, maar ik denk misschien bij de Zwarte Pad is wel gezellig. Ja. Nou, jullie horen zo van ons waar wij uiteindelijk gaan belanden. Dit is het bovenstuk van de LSS's bikini. Hij zit echt heel mooi. We zijn nu bij een tankstation en hier hebben ze echt... om meer van de biologische dingen en zo. En we hebben dit uitgekozen. Het is dus groene thee met gember, biologisch geteeld en vers gezet. En die van haar is met een rooibos thee. Het ziet er echt heel lekker uit. Maar het is wel in glas. Dus hebben hier allemaal van die gekke biologische drankjes. Kijk. We hebben ook een tonijnbroodje. Maar hij is best wel groot, man. Ja, ik dacht dat hij zei een halve stokbrood. Ja, dat is dit ook. Serieus? Heeft hij wel een heel groot stokbrood. En ik heb tonijnsalade met alleen sla. En Esmee heeft ook met alleen tomaat. Nou jongens, wij zijn inmiddels op Bloemendaal aangekomen. Het is eigenlijk best wel lekker weer. Toen we hier aankwamen, was het best wel bewolkt. Ik was bang dat hier echt wat kouder zou zijn dan in Rotterdam. Maar het valt wel mee. Best wel lekker eigenlijk, een beetje. En we zitten nu zeg maar op zo'n fitbedje. Fitbed, alles. We zijn hier heel blij mee. En je betaalt dan voor zo'n bijbetaal al zo'n 50 euro per dag. Dat is eigenlijk best wel chill. Dan kan je gewoon hier de hele dag zitten. Ja, yeah, that's it. We gaan nu even lekker een pasje bestellen. Gezonder bezig zijn. Ik heb een watermeloensapje. Het is echt heel lekker pret. En Esmee heeft yoghurt. Met granola. En rode vruchten. Lekker. Oké, ik zie eruit als een vogelverschrikker. Hey, mijn haar is helemaal pleizig, hè. Dat is niet oké. Okay. Wij zijn net weg bij Bloemendaal. Dat was echt superleuk. Het is nu trouwens 5:30. We hebben echt lekker kunnen zonnen. Volgens mij hebben we ook een beetje een kleurtje. Ik weet niet of jullie het zien. Ik ben fucking verbrand. Ik ben echt serieus in mijn benen. Ja, we worden niet zo heel snel bruin. Maar voor ons doen is dat goed. En we hebben nu echt heel erg honger. En we wouden eigenlijk naar Rotterdam rotti. We hadden heel erg zin in rotti. En we wouden eigenlijk naar Rotterdam gewoon terugrijden en daar rotti eten. Maar omdat we dus zo erg trek hebben, hebben we besloten om gewoon hier te gaan eten, jongens. Hier hebben we echt. Wauw! Wij gaan wel niet kei eten. Dit is zo verschrikkelijk. De benen van Esmee. Ze is gewoon verbrand. Verbrand? Je hebt gewoon verbrand. Maar snap jij dat we heel zo lang kunnen wachten tot die mensen al... Ik ga hier parkeren! Meneer, wij gaan erin! Oh, hij glijdt ook echt heel hard weg. Die vrouw die lachen. We hebben net lekker gegeten. En wij zijn nu bij de afdeling woonaccessoires. En we gaan gewoon even een paar leuke dingetjes halen. Dus altijd de afdeling waarop je nooit kunt falen.
Je gaat altijd hier iets leuks kopen. Oké, wij gaan nu dus een nieuw boeket maken voor onze woonkamers. En je hebt hier echt veel keuze. Eerlijk, dat had je eerst toch helemaal niet? Ik vind wel veel keuze. Dat zeg ik toch ook? Ben je doof of zo? Ik dacht... Dit laat je erin, hè. Kijk, zo praat ze dus de hele tijd tegen mij. En ze had al een ander stukje. Dan zei ze, hou gewoon je bek. En ik zei, laat het erin, want het is niet hoe jij altijd tegen me praat. Zegt ze, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het kom maken. En ik denk dat ik deze dingen erin doe. Oh, ik vind ballen. Het ook allemaal leuk, dit. Echt leuk. Of zal ik kleur doen in mijn huis? Wat ga jij doen? Oké, ik ga nu samenstellen. Wacht. Ik ben net thuis. Zo. Super bezweet. Ik ga even snel douchen. En me fatsoeneren. En dan ga ik weer even. En dan ga ik weer even richting Esmee. Esmee is vandaag in Spanje. Dus ik ben alleen. Ik heb even de katten lekker eten gegeven. Lekker, Helira. Ja, hè? Lekker, diner. Ze zijn lekker aan het smullen. En. Ja. Ik. Op. Ik ga nu dus douchen en fatsoeneren. Ik ga even een masker op mijn gezicht doen. En me omkleden. En dan ga ik richting Esmee. Dat is de planning voor nu. Ik heb een beetje opgefrist. Ik heb het weer super warm gekregen na het douchen. En ik denk dat ik deze vlog even ga afsluiten. Ik ga zo richting Esmee. En dan gaan we denk ik Netflixen of zo. Iets leuks op tv kijken. En that's it. Dus ik heb eigenlijk niet meer... zoveel te vloggen. Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. En ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie bij de volgende keer. Doei doeg.